Kijk, die muziek die was er altijd al, begrijp ik. Misschien niet helemaal op de juiste manier, maar jouw voorkeur voor muziek was er altijd al. Je hebt je school afgemaakt. Hm. En had je toen een plan? Ik wist alleen maar dat ik heel graag muziek wilde maken. Ja. En dat ik kunst heel interessant, gewoon schilderijen maken heel interessant zou vinden om te doen. Mm-hmm. Maar dan ging ik naar een rietveld en dan stond iedereen rond een hoopje aarde te kijken van wow, wat een mooi concept. En dan dacht ik, ik weet even niet wat ik hier doe. En conservatorium vond ik doodeng, want dan kon iemand zeggen, je bent niet goed genoeg. Dus ik ben uiteindelijk heb ik wel een kunstopleiding gedaan, maar dan in de richting film. Ja. En gaandeweg kwam ik erachter van er was nog wel genoeg ruimte om muziek te maken. Mm-hmm. En ben ik uiteindelijk afgestudeerd met een videoclip voor Room 11. Mm-hmm. En dat kwam heel goed bij elkaar. Ja. Misschien weten de meeste mensen dat niet meer. Of... Nee. Ik weet van degene, maar Room 11 was een heel populaire band. Dat werd nogal succesvol en dan druk ik me eufemistisch uit. Dan lijkt me dat wel behoorlijk overrompelend als je kijkt met wat voor vaart jullie succes kregen. Ja, dat was ook de reden dat ik er niet lang mee door kon gaan. Op een gegeven moment was 2008 was een soort van het topjaar. En toen, nou ja, ik bedoel, ik ben heel dankbaar, hè, dat dit allemaal gebeurd is, want ik heb superveel gezien. En ik heb in dat jaar zijn we gewoon in Johannesburg geweest, in Tokio, in Montreal. Mm-hmm. Uitverkochte theatertour, clubtour. En overal mensen die jullie muziek waardeerden. Ja, album opgenomen in New York. Ja. Dus het was ook wel te gek wat er allemaal gebeurde. Maar ondertussen was het zo'n heftige druk. Mm-hmm. Het was een soort cruise schip, wat maar gewoon in één keer gewoon van wal stak en dan dat maar doorging. En ik had helemaal geen, ik kon niet sturen meer. Nee, dat was geen controle in. Nee, we moesten ook gewoon wel, voor je gevoel ging je overal ja op zeggen ook. Dus ik had op een gegeven moment heel erg last van mijn stem ook en dan ging ik maar toch door. En ondertussen had ik daar omheen helemaal niet echt meer een leven of zo. Want die druk, voelde jij dat iedereen diezelfde druk ervoer? Jawel, we hebben daar wel over gehad. En ik denk dat iedereen het wel een soort van voelde. Mm-hmm. Alleen, ik denk dat het toch wel, voor mij was wel, ja, frontvrouw en ook de stem zijn. Mm-hmm. Is echt nog meer druk. Ja, was het dan niet op een gegeven moment heel eenzaam juist om in die band te zitten? Ja, nou ja, het was wel eenzaam omdat ik het eigenlijk dan, dat we het met z'n allen meemaakten. En het was ook wel een groepsding, maar tegelijkertijd voelde ik me dus de hele tijd onder druk. Maar dat kon ik niet helemaal uiten bij omdat dat. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Je wil dat het leuk en succesvol is. Ja. En ik wilde daaruit. Ik wilde gewoon zelf weer pielen. Maar het lag niet aan een groep. Het ligt echt aan mij. Dus eigenlijk, je was gewoon niet meer gelukkig met hoe het ging. Ja. Daar gaat het over. Ja. En dat kon je ook goed formuleren voor jezelf. Nee. Nee, totaal niet. Ik heb gewoon op een gegeven moment 3 maanden gehuild. Dus het zou wel iets van een burn-out kunnen zijn geweest. Maar ja, een heel duidelijk signaal van het moet even helemaal anders. Ja. En dat ben ik toen ook gaan doen. Dus ja. Voelde dat ook als een soort, ja, dat is een heel raar woord in dit verband, maar toch een soort rouw waar je in terecht kwam? Omdat je wist van, hey, Room 11, al die successen, dat is nu wel weg. En was je misschien bang van, komt het ooit nog terug? Nou, ik weet wel dat ik, omdat juist die meltdown er was, wist ik dat hele succesverhaal, dat niet succes was. Dat het, waar het om gaat is dat jij je succesvol voelt over wat je maakt. En dat ik dat op een gegeven moment voelde van, ah ja, ik wil wel echt precies maken wat ik wil maken en daar dan het succes aan ontlenen. Oh, maar dat is interessant. Dus je kon al zo snel kon je daar een analyse op loslaten van. Ja, 3 maanden huilen en toen 2 maanden daarna wist ik het. Kom die analyse al? Ja, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Maar wel, ik voelde heel duidelijk van, ah ja, dit is een goede richting. Want ik denk dus dat je door als je helemaal op de grond ligt, dan daarna weet je van, oh maar wacht, als ik nu weer rechtop ga staan, dan moet ik dat niet meer doen. Nee. En niet meer over mijn grenzen heen laten gaan. En ook, en wat wil ik dan echt? En dan kom je echt wel bij hele, zeg maar, intieme liedjes uit. Die heel eerlijk en
kwetsbaar zijn.